Timothy Dupont, je bibbert. Heb je het koud gehad vandaag? Toch wel. Ik heb 4 keer veranderd van kledij, dus dat zegt genoeg. Ik heb echt op een gegeven moment met 3 regenvesten aangereden. En dat is echt wel niet van toepassing in het normaal. We hadden wel een zware koers verwacht, maar uiteindelijk bleek het toch een kleine kopgroep en controle erachter. Ja, zeg, ik had het ook niet verwacht. Maar het was ook nergens echt een plaats waar dat echt heel open was. En lang voor op de kant te trekken. Dus ik denk dat daar een beetje in het parcours kan gesleuteld worden om langere banen te zoeken die meer op de kant kan getrokken worden. Maar ik denk dat we niet met zoveel mannen naar de meet gaan. Dus dat is op zich wel goed. En dan die sprint zelf. Jullie zaten daar wel met 2 jongens in het wiel van Fabio. Vertel, wat was het plan? Op zich was het perfect om in Fabio's wiel te zitten. Dan zit je ook uit gevaar. Maar dan zaten ze constant te kwakken voor het wiel van Fabio. En dan op een gegeven moment komt de Kreder met Alfdan. Ideaal eigenlijk. En dan hebben we samen het wiel kunnen nemen eigenlijk. En dan liet Alfdan eigenlijk mee in het wiel van Fabio. En zo kan er niemand meer in mijn wiel kruipen dan. Dus op zich wel een mooie tactiek. Omdat we moeten natuurlijk roeien met de riemen die we hebben. Hè. En zo pakken jullie ook extra punten voor de Europe Tour. Die speelt ook een rol. Ja, zeker. Het was ook de bedoeling, als Alfdan zich goed voelde, dat hij iets mocht doen. Dus op zich hebben we het perfect gedaan, denk ik. Is er sowieso een manier om Fabio Jacobsen te kloppen? Zal hij in het binnenkomen, zeker? In de sprint lukt het niet. Ja, dat lukt wel. Hè. Dat is gewoon van koers naar koers. Dat zal wel een keer lukken, maar uiteindelijk... Dus als je tweede bent, kun je winnen ook normaal. En ik ben wel tevreden eigenlijk. Dat moet wel een keer lukken. Ik heb Groenewegen ook al geklopt, dus Gaviria ook. En als een dag juist, als een puzzel in elkaar valt, dan dat lukt dat wel. En ook een nieuwe kans? Ja, ik hoop het. Ik ben er toch wel op gebrand. Wat zijn de wedstrijden daarna nog voor jou? Ik krijg nu Drenthe, Nokere, Handsamen, De Pannen en dan E3 niet en al de rest wel. Oké, bedankt en succes, Timo.